We zijn hier vandaag op bezoek bij de BMW in Mariënvelde. Ja, en we willen een kijkje nemen bij het Repair Café bij Fleur, Han, Johan en Erik. Ga je mee? Ja. We zitten in de BMV, de Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde. En het Repair Café valt onder de zorgcoöperatie. Dat is al een aantal jaren geleden was de gedachte erover, gewoon hoe leuk zou het zijn dat mensen ook in Mariënvelde, iedereen heeft wel eens een keer een klein huismateriaal kapot, of dat je denkt, ja, het is defect, maar ik weet niet of ik het zelf kan repareren. En weggooien is dan ook wel zonde, dus van daaruit, in de omgeving waren al een aantal repaircafés. We zijn ook in Bredevoort even kijken, en daar liep hij al een aantal jaren. Dus ook gekeken van, goh, wat heb je dan nodig? En welke vrijwilligers zouden we kunnen benaderen daarvoor? Wat zijn handige dingen om mee te nemen daarin? En toen zijn we bij een aantal inwoners terechtgekomen en zeiden van, goh, zou dit iets zijn voor Mariënvelde? Nou, er waren er wel een aantal enthousiast. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen op een gegeven moment. Ja, ze komen eigenlijk zelf. De BMV is open op de zaterdag, in de ochtend sowieso. En eigenlijk kunnen ze hier gewoon naar binnen lopen met hun apparaten, materiaal. En de heren die zitten daar, dus nou, dan kun je even een bak koffie doen samen, even bijkletsen. Ja, ook. Ja, ja. Dan pakken wij het item erbij en dan horen we eerst aan van wat het mankeert. Ja. En dan kun je al een kleine analyse trekken. Wel. Ik wil het woord mijn mond nemen, diagnose stellen, maar dan biedt dat wel orde. Dan moeten we het ongeveer in die hoek zoeken. Nou, en dan kijken we elkaar aan van wie heeft daar het meeste ervaring voor, maar doen in. Is het een koffietapparaat? Nou, god, dan kijk je meestal naar aan. maar dat omdat die man de dagelijks moet werken en voor de rest, ja, god. Je kunt wel altijd beginnen met het openschroeven. En soms dan zie je dat, oh ja, kijk eens, dat deeltje moet werken of bewegen in het werk of wat dan ook, en dat doet het niet. Nou, dus dat zal wel misschien het mankement wezen. En dan probeer je dat nog wat. Meestal moet je gewoon proberen. Moment. 3. Ja. Ja. En dat zijn? Han, moet ik natuurlijk al een naam hebben. Han, Johan en Erik. Ja. Han heeft werkt in de koffiemachine-industrie, dus dat is wel heel makkelijk voor koffiemachines en dergelijke. En de rest, we laten ons gewoon verrassen van wat krijgen wij op tafel te liggen. Schemelampen, rollators, radio's, boormachines, koffiemachines natuurlijk, flexen. Ja, je kunt het niet zo gek praktiseren wat iemand thuis heeft, wat die meent, dat moet gemerkt worden. Het enige wat ik eigenlijk nog een beetje mis, maar goed, dat wil ik wel, een ouderwetse degelijke kettingzaag. Die zou je een keer willen maken. Dus ja, zeg maar. Dat ligt meer iets met mijn hobby gebeuren dan wel. Oh, ja. Maar goed, de meeste mensen gaan liefst meer naar het bedrijf die erin gespecialiseerd zijn. Ja. Terwijl ook een hoop mensen zijn die zich ook met dat soort machines bezighouden. En niet alleen een kettingzaag, maar een benzinezaag, een herschaar, noem maar op. Mm. Wel. Dus iets meer met fossiele brandstoffen. Ja, oké. Ja. Of er echt een groei is. Ik denk dat het heel erg verschilt per keer of bezoekers komen. Vaak doen we nog wel eens een Facebook-post in de week vooraf. En soms lezen mensen dat wel. Soms brengen we even onder de aandacht in de nieuwsbrief wie in Mariënvelde wat verspreidt. Dus het is eigenlijk heel erg wisselend. Ja, wat Erik net ook al aangaf, soms komt er niemand. Maar dan pakken de heren wel weer klusjes op hier in het gebouw. En een andere keer dan heb je 2-3 bezoekers. Dus ja, het is redelijk stabiel, denk ik, om zo te zeggen. 1 keer in de maand. En wij houden het altijd op de laatste zaterdag van de maand. Okay. Ongeveer van
10 tot 12. Ja. Nou, het zijn meestal mensen, laten we zeggen, boven de 40. Ja. En de jongeren die hebben er weinig mee, blijkbaar met het, het repair-café gebeuren, want die denken van nou, als wij kopen we weer wat anders als het kapot is. Ja. Dus die denken er iets makkelijker over. Ja. Ouderen zijn meer gehecht aan hun spulletjes. Ja. Is dat misschien ook een beetje van oudsher, dat je vroeger werd natuurlijk wel meer gerepareerd, dat zijn een beetje kwijtgeraakt. Ja, maar goed, dat was ook wel meer het kostenplaatje. Ja. Wel het idee van nou, het heeft een leuke duit gekost. Hè. Laten we eens kijken of we nog een beetje een voordeel kunnen laten repareren. Ja, ja. En misschien kunnen we het zelf ook nog wel. Hè. Vroeger waren mijn mensen proberen ook eerst zelf wat te doen. Tenminste, dat was bij ons en ook binnen mijn vrienden kennissenkring eerst zelf en wou het dan niet. Dan ging ik weer terug naar waar dat spul gekocht was. Ja. En, maar toch eerst zelf proberen. Ja. Een hoop producten zijn bijna niet meer gemaakt om te repareren. En de verbindingen waarmee die producten worden samengesteld. Vroeger zat het met schroefjes. Tegenwoordig heb je veel meer klikverbindingen. Hè. 2-3 keer openmaken, dichtmaken, nou, dan houdt het meestal wel op. En dan breken de binnenin, breken de stukjes af en dan sluit het de zaak niet meer. En dan laten we het nog maar niet hebben over wat nog eens spatwater dicht moet zijn of dergelijke. Want als het dan niet meer sluit en er komt een beetje water binnen, dan is het gelijk oorlog. Ja, dan zou het echt in afstemming moeten zijn en met de heren natuurlijk, de vrijwilligers. Maar ook als de behoefte blijkt, dan kunnen we altijd kijken, goh, kunnen we het vaker doen. Maar tot nu toe is eigenlijk nog niet dat we die vraag hebben gekregen van, goh, zou dit vaker kunnen. Maar wat we wel eens doen is, wij komen ook veel bij mensen thuis vanuit de zorgcorporatie. En nou ja, soms dan stellen inwoners de vraag van, goh, ik heb dit eigenlijk kapot, maar ik kan het materiaal niet meenemen. Ja, en dan benaderen we wel een van de heren van, goh, heb je een keer misschien tijd om even langs te gaan bij diegene. Ja, 9 van de 10 keer kunnen ze het ook wel repareren of ophangen of monteren. Hè? Dus het gaat eigenlijk nog wel wat verder dan alleen repareren. Het is echt een soort van dienstverlening, technisch gebied. Ja, precies. Ja. Oh, mooi hoor. En de heren die geven het ook wel aan, als het niet lukt dan zijn ze er ook transparant in. Ja, dat zeg maar. Soms is niet alles te repareren. Nee, soms dan moet je zeggen van nou, het houdt op. Of je moet zoveel kosten maken, maar dan gaat meestal weer de kosten aan. Wat is het nog waard? Ja. Dus die afweging moet je maken. Ja, ja. Het scheelt, je hebt zelf ook wel een gigantische voorraad in jouw bij jou thuis. Ja. Van 9 van de 10 keer zeg je, ik heb thuis nog wat liggen. Zoals lagertjes, bouten, moeren, schroeven, afdichting, kabels, travootjes. Ik bewaar ook altijd travo's van 22 naar 12 volt. Vaak heb je niet. Volgens mij was dat een keer met een Ellen's dochter. Had een bepaald iets en daar zocht ze een lader mee. Oh, dat kan. En ik bekeek me dat ladertje, dat is hand ook bij de hand. En ik bekeek lader, ik zet de hand. Dan moet ik rijden dat ding thuis ook leren. En dan moest ik wel van 22, ik meen nog 4,5 volt. Nee. Dus even naar huis heen en even later jou hoor. Ja, dus dan is het, je hebt wel je eigen voorraad, zeg maar. Ja, maar goed. Kleine onderdelen. Ja, maar goed, het is altijd makkelijk wat hebben. Zeker. Wij zelf berekenen niks. Je zegt altijd, nou, we hebben een potje, daar mag een vrije gift in. Want vooral die oude mensen zijn altijd nog geneigd, ik moet ervoor betalen. Niks voor niks dus. Die vragen ook altijd gelijk, wat gaat dat kosten? Nou, wij zeggen altijd, het kost niks. We hebben een potje voor een vrije gift. En wat het jouw waard is, mag je daarin doen. Ja. En dus, als jullie materialen aanschaffen, dan doe je het wel in overleg. Hè? En dan, die kosten zijn wel voor de mensen zelf. Ja, hoe zien we de toekomst? Ik denk lekker door blijven gaan. Ja. En misschien druppelt het op een gegeven moment nog wel wat meer binnen. En dan zien we wat schip stroomt. Precies, ja. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja. Zoals mijn optobelijk lichaam ook nog voelt, dan kunnen we dit nog jaren uitzingen, of niet dan?
Nou ja, voel je ook welkom om gewoon een keer te komen kijken of een bak koffie te doen. En als je denkt, hey, ik heb nog ergens een apparaat liggen, neem die mee. Wie kapot is en de mannen die kijken er wel naar of ze het kunnen repareren. Of als vroeger een leus was, weggooien is zonde. Zo is dat. Goedemorgen of goedemiddag, is het gelukt? Is gelukt. Oh, fantastisch. Ja. We zullen daar blij mee zijn. Ja. Ja. Hij speelde de eerste nummer wel af en dan na het doorschuiven naar de tweede nummer functioneerde niet. En dat hebben we wat smeermiddelen aan gedaan, losgehaald, smeermiddelen aan gedaan en nu doet hij het wel. Geweldig. Dus. Ik denk dat ze er heel, ja, ik weet wel zeker dat ze er heel blij mee is. Heel veel plezier. Ja, ik zal de boodschap overbrengen. En zijn hier kosten aan verbonden, als ze dat aan mij vraagt? Nee, er zijn geen kosten aan verbonden, wij doen het op vrijwillige basis. Ja.